Welkom. Leuk dat je de proeverij hebt aangeschaft. Mijn naam is Wendy en jij hebt de proeverij aangeschaft omdat je interesse hebt in tantra, neem ik aan. Maar de vraag is, ja, hoe ben je bij tantra terechtgekomen? Welk onderdeel van tantra trekt je aan? Want dat is het interessante van tantra. Het is heel breed. Het kan dat jij merkt dat je heel veel in je hoofd zit, heel veel gedachten hebt, piekert en dat je meer in je lichaam wil zakken. Nou, dan ben je op het goede adres, zou ik maar zeggen. Want tantra omarmt het lichaam en alles wat het lichaam ervaart en geeft heel veel lichaamsbewustzijn. Je zou kunnen zeggen, we kennen allemaal natuurlijk de term mindfulness. Maar in tantra zou je misschien eerder spreken over bodyfulness. Echt je bewustzijn in je lichaam gaan brengen, daar meer kunnen ontspannen, meer, in het Engels klinkt het wat mooier, to expand, eigenlijk ruimer worden, waardoor ook je natuurlijke levensenergie meer kan gaan stromen. Andere mensen zijn misschien nieuwsgierig naar het seksuele stuk. Dat is een stuk van tantra. Bij mij is dat een onderdeel en lang niet alles. Dat is eigenlijk maar een klein deeltje. Maar alles wat je doet in tantra, dus ook als ik het onderwerp niet specifiek behandel in workshops, alles wat je doet, zoals meer aandacht, meer bewustzijn in je lichaam brengen, heeft zijn effect ook op je beleving tijdens seksualiteit. Andere mensen horen van tantra in het kader van massage. Nou, dan weet ik niet helemaal of je bij mij aan het juiste adres bent. Er zijn mensen die veel meer gespecialiseerd zijn eigenlijk in tantra massages. In mijn training en workshop zit wel aanraking, maar niet het aanleren van een specifieke tantra massage. Tibetaanse tantra massage of de Kashmirische massage. Dan moet je echt wel op andere plekken zijn. Bij mij staat veel meer meditatie centraal dan massage. En meditatie moet je dan wel heel breed opvatten. Dus zeker niet alleen maar stil op een kussentje zitten. Onderin hier in de proeverij vertel ik meer over de kenmerken van tantra meditatie. Nou, het kan ook dat je al het nodige hebt gedaan op het gebied van meditatie. Ik merk vooral dat mensen die bijvoorbeeld in de boeddhistische traditie dingen hebben gedaan, dat die hun weg ook nog wel eens naar tantra gaan vinden. Er is ook boeddhistische tantra, dus sommige onderdelen van het boeddhisme zou je tantrisch kunnen noemen. Mijn vorm is de hindoeïstische tantra, Shaiva tantra. En de termen Shiva en Shakti zul je heel vaak tegenkomen. Bewustzijn en energie, dat zit eigenlijk in al mijn werk. En ja, ik kan wel zeggen dat mensen die al meditatieervaring hebben, het zou ook mindfulness kunnen zijn, dan heb je wel een stukje voor op het gebied van het het spirituele stuk eigenlijk binnen tantra. En het spirituele stuk gaat in feite, het is eigenlijk de kern van tantra. Je ware zelf weer ontmoeten. Weer, je zou kunnen zeggen, een laag dieper gaan dan de persoonlijkheid, het ego, de zelfbeelden, alles wat je zo zorgvuldig hebt opgebouwd in het leven, onbewust. Om daar ook weer voorbij te kunnen gaan, voorbij je conditioneringen. En echt weer een vrij en open mens te worden, die het hele leven eigenlijk kan omarmen, kan aanvaarden. En daarbij een diep gevoel van acceptatie en liefde en overgave aan dat wat is, kan ervaren. Nou, dat is, alles in tantra is een lang proces. Dus als je dacht van, nou, ik ga even gauw cursussen doen en leer ik wat tantra technieken en dan wordt mijn hele leven anders, forget it. Ik ben nu 15 jaar bezig en nog steeds voel ik dat er laagjes dieper zijn, dat er meer te ontdekken valt. Vooral bijvoorbeeld, ontspanning. Op een gegeven moment dacht ik na een paar jaar in tantra van, oh, nou weet ik wel wat diepe ontspanning is. En toen, was het misschien weer een nieuwe techniek of we waren weer een jaar verder. En dacht ik, nee, nou, nu voel ik hoe het is om echt diep te ontspannen.
En dan een jaar later nog weer. En ook het bewustzijn van de patronen, ook bijvoorbeeld in mijn relatie, waar ik tegenaan loop. Meer en meer bewustzijn. Dus dat blijft gaande. Ja, misschien komt er ooit een dag hoor, dat ik helemaal verlicht ben. Nou, misschien vlak voor het sterven, zegt men. Dan kan je nog dat punt bereiken. Maar volledig verlicht zijn in de zin van, ja, en dan raakt niks je meer. Of dan heb je geen gedachten meer. Zo gaat het niet. Het is wel zo dat er steeds meer bewustzijn komt. Dus dan komt er misschien even een gedoetje voorbij. En in plaats van dat je daar dan een uur of een paar uur of een paar dagen in blijft. En in de verkramping gaat. Is het veel sneller. Ah, wacht even. Daar doe ik het weer. Oh ja, wacht even. Ik kan ook weer naar een andere laag gaan. Oké. En dat oké wil niet zeggen van, ik ben altijd maar passief. Nee, ik al helemaal niet. Ik ben altijd bezig. maar je acties komen dan vanuit intuïtie, vanuit flow. En ja, ontstaan. Nou, dat is zo even in een enorme vogelvlucht. Waarom mensen bij Tantra komen, er zijn vast nog meer redenen. Maar dit zijn de belangrijkste die ik zo hoor. En ja, Tantra heeft ongelooflijk veel te bieden. En je kunt bij mij workshops doen, langere trainingen. Je kunt dingen online doen. Heel soms doe ik ook wel dingen individueel, maar niet zoveel. En ja, op mijn site, de homepage, zie je onderaan wel een link naar een pagina waarin ik ook wel beschrijf wanneer je misschien beter niet aan Tantra kunt doen. Want Tantra triggert ook een hoop in je. En als daar nog een hoop trauma zit, of je bent bijvoorbeeld net in een hele intense therapie, dan kan het ook gewoon te veel zijn. Ja, dus daarin mag je ook voor jezelf zorgen. En is het, Tantra is ook niet voor iedereen. Sommigen blijven het gewoon totally weird vinden. En het is niet voor iedereen op ieder moment geschikt. Dus als je daarover twijfelt, dan ga even naar mijn homepage en kijk daar eventjes naar. En zo niet, nou, bekijk verder de proeverij. Als dat je aanspreekt om misschien eerst wat dingen online te doen, dan kun je de Touch of Tantra cursus doen. En wil je dingen live doen, kijk dan vooral op mijn website.